Stan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stan Vaste Radio. Oké, we laten de muziek voor wat het is en we gaan even met mensen praten. Mensen die op dit moment in het nieuws zijn. En maar ook mensen die ook heel veel invloed hebben in Suriname. Op dit moment zijn er twee mensen daar in Suriname die mensen op de been kunnen brengen. Dat is Boutersen. En de andere B, dat is Biervliet. Stefano Pakito Biervliet. We kennen hem van de demonstratie van 17 februari, waarbij heel veel mensen op de been gebracht heeft om te demonstreren tegen de regering. En hij is van plan om weer te gaan demonstreren binnenkort. Heb ik hem juist, meneer Biervliet? Ja, klopt. Je gaat weer demonstreren, wanneer? Het is 6 maart om 10 uur. 6 maart. Okay. Waarom gaan jullie demonstreren? Dan moet die vraag gelijk stellen. Nou, ik ben gebeld door bepaalde studenten van middelbare scholen en ook de faciliteiten van ADEC. Het is veel beloofd binnen 5 jaar op ADEC dat ze bouwprojecten zullen krijgen. Telkens blijft moment worden afgemeld bij de minister. En ja, het is wel opgezet. Vorige keer was druk. Hè. Misschien moet ik je vragen, hoe heb jij gekeken naar 24 februari, naar de massameter van Boutersen? Want hij heeft je toen gewaarschuwd dat hij veel meer mensen op de been zou brengen. Hoe keek je naar zelf 24? Wat was er die dan? Dat was de grote manifestatie van de NDP, toch? Op het Riffelplein. Oh, niet dat ik weet hoor. Ik focus maar een beetje meer op Suriname. Ja, maar vriend, ik ben niet in Suriname, ik woon niet in Suriname, maar het kan jou niet ontgaan. Ik bedoel, als je een beetje lijnband hebt met Suriname, dan weet je toch wat er gaande is. Ik wil je goed papieren. Ik vond het een weinig informatie naar buiten. Mm-hmm. Het was meer gericht van stem weer op ons en dan ga je zien dat je weer vaccineren. We hebben te maken met een leider die mensen gewoon probeert op te trommelen en noem maar op. Ik kan het maar woord op doen. Maar okay. Ik heb me niet echt gefocust. Ja. En als ik zeg dat ik je boodschap heb gekregen, dan geef ik hem 6 maart weer. Hopelijk luister ik dan naar de studenten en de senioren burgers die 8 maanden ouder zijn betaald. Ja, want vorige keer werd ook van jullie gezegd dat de boodschap niet duidelijk was. Het was niet duidelijk wat jullie naar voren wilden brengen. Deel jij de mening ook? Nee, helemaal niet. Even goed kan ik ook zeggen dat het niet duidelijk is over hoe Kassela zijn voor weg is te gaan. Mm-hmm. Precies, hoe dom kan ik ook spelen. En dat gaan we niet doen. Als we daar samen zijn en mensen van de medische richting komen en zeggen dat er een medicijnen tekort zijn. Ja. Als hij daaruit niks kan halen, kan ik meer uitkomen. Als hij een tekort heeft van 50 miljoen dat hij zou moeten betalen, en of hij het niet heeft betaald, kan ik daaraan niks doen. Okay. De senior burgers waren ook daar. Ja. Studenten waren ook daar die dag en hebben geuit dat het heel slecht gaat. Koers gaat omhoog in plaats omlaag. Dat betekent producten in de winkel binnen 75 procent gaat omhoog. Dus eigenlijk heb ik hier maal veel woorden. Mm-hmm. Ik denk de verkiezingen staan voor de deur. Is het niet verstandiger om gewoon 25 mei af te wachten, de verkiezingen, in plaats van nu? Wat zal de regering nu nog kunnen doen dan? Wat zal de regering nu nog kunnen? We protesteren samen om de mensen bewust te maken. Uh-huh. Niks anders. Snap u? En als ik u nu vertel over kostbare bank, bent u dat zeker al vergeten. Snap u? Omdat er zoveel problemen achter elkaar komen en dat kunnen we gewoon laten gaan. Uh-huh. Snap u? Dus je protesteert niet om de regering naar huis te sturen. Wat wil je eigenlijk van Boutersen en zijn regering? Ik ga niet naar huis, maar ik denk dat de regering
Je viel even weg. Wat wil je eigenlijk van Boutersen en zijn regering? Wat moet hij doen volgens jou? Hij moet aftreden, niks meer. En Suriname een afstaan aan integere mensen, integere leiders die het wel willen doen. En los als hij weggaat, moet hij mensen opsluiten die corruptie hebben gepleegd en alle bezittingen intrekken. Altijd niet met Suriname. Mm-hmm. Maar je kan nog een kleine 2 maanden wachten, toch? Met je eis, 25 mei. Ik wacht niet. Ik ga niet wachten. Oké. Okay. En hoeveel mensen verwacht je dan op 6 maart? Er zijn er 63.000 mensen. Ja? Ja. Hoeveel had je op 17 maart? Tussen de 18 en 22.000 mensen. Ja. En hebben organisatie al een medewerker toegezegd voor de komende demonstratie? Ik heb aanstaande woensdag een afspraak met een voorzitter van ALS, Resma Magri. Uh-huh. En met bepaalde bestuursleden van ADEC. Oké. Okay. Maar ik denk dat de belangrijkste man om een afspraak mee te maken is toch meneer Nerkus, de burgemeester van Paramaribo. Ja. Ik ga maandag naar daar, gaan we vergunning indienen. Ik heb helemaal geen problemen met meneer Nerkus gehad. Mm-hmm. Hij heeft me netjes behandeld. En ik neem aan dat ik me aan de regels heb gehouden, 17 februari, dat ik het weer krijg, neem ik aan. Oké. Okay. Terwijl ik hier met jou praat, wordt mij een filmpje van jou gestuurd, die gaat viraal, over benzine, dat er geen benzine is. Wat doe je op het filmpje? Wat zeg je allemaal? Ik leg uit dat bepaalde stationen helemaal benzine heeft. En dat we niet in een systeem moeten leveren waar er geen reserve is. Weet, het moet gewoon normaal kunnen gaan, het moet gewoon normaal kunnen draaien. Mm-hmm. En het is veel sneller dan dat. Het heeft te maken met achterstand van 50 miljoen. Die aan Sol betaald moet worden? Zeker. Ja, maar Sol die zegt dat er een schip onderweg is en dat maandag weer volop benzine is. Geloof je dat? Of? Zodat het is betaald. Huh? Zodat het is betaald, neem ik aan. Ja, die maatschappij zal zeggen dat er vanaf maandag weer volop benzine is. Dus niemand hoeft te hamsteren in principe. Ja, maar als we naar iedereen moeten luisteren, laten we eerlijk zijn. We mogen nooit in paniek raken, maar er gebeuren dingen. Uh-huh. Mensen waren er ook. Ja. Snap je? Ja. Dus je bent gewoon bang dat er helemaal geen benzine zal zijn. Ben je ook aan het hamsteren? Heb je ook voorraad opgeslagen? Nee, ik kan niet. Ik heb niet boeken. Ik ga halve tank. Maar oké, we gaan terug naar 6 maart. Het is niet meer op het onafhankelijkheidsplein, maar nu op het kerkplein. Wat gaan jullie concreet eisen? Maar wat heb ik ingediend? Uh-huh. En dat is voor ADEC. Dat er wel gehoord moet worden. Omtrent de bouwprojecten. De studenten hebben het nodig. En sinds 2015 is het beloofd, maar nooit weer afgemaakt. Mm-hmm, dat is één voor de studenten van ADAC. Gaan jullie protesteren? Wat nog meer? Wat zijn die andere punten? Dat zijn seniorenburgers mm-hmm. die hetzelfde willen. Dat zijn bushouders die hun gelden niet in deels willen, maar in eenheid. Dat zijn nog meerdere problemen. Mm-hmm. Maar ben je bewust van dat er geen geld is? Of hoe kijk je daarna? Nou, er is wel geld toch? Er is duidelijk geld toch? Als je een massameeting kan houden waar één persoon 300 SID kreeg. Is dat toch wel geld of niet? Hey, we gaan toch niet zeggen dat mensen weer geld ontvangen hebben om naar de massameeting te gaan? Dat is toch niet ja, waar? Natuurlijk. We moeten onderzoek gaan doen. Ja? Ja, tuurlijk. Heb jij bewijzen daarvan? Ik ga zoeken. Ik heb bewijs, maar ik kan het niet naar buiten brengen. Maar ik ga het wel zoeken en ik ga het gewoon doen. Dat houdt het op. Dus wat zeg je? Dus je zegt de meeste mensen die daar stonden op 24 februari op het plein, die zijn betaald? 300 SRD. Dat is veel geld, 300 SRD. Tuurlijk. Ja, ik wil allemaal lachen, maar hoe gaat zoiets te werk? Hoe krijg je betaald? Wat moet je doen? Vertel me, hoe werkt zo? Want dit ken ik niet. Hoe gaat zoiets te werk? Wat moet je doen? Kijk, het hele systeem is helemaal veranderd in Suriname. Uh-huh. Moet u ook begrijpen.
Er worden bepaalde stichtingen geopend. Of zeg maar groepen. Zelfs stuks van 100 mensen. En aan de hand daarvan wordt er werk uitgevoerd. Zeg je, kom met, mensen moeten met 30, 40 bussen komen. En dan worden ze flink betaald. Zo werkt het. Het is heel simpel, het is helemaal niet moeilijk. Als iemand nu een ton geeft, maak ik geheel plein alleen om zwart. Alleen om een bussen in te schakelen. Oké, okay, dus als ik je nu een ton geef, euro, ja, dan 100% maak ik plein zwart. Dan heb je helemaal vol voor mij, met demonstratie. Wat zegt u? Dan is het plein helemaal vol met mensen. Helemaal. Is niet dat ding wat Bouterse heeft georganiseerd, 24. Oké. Okay. Nee, we gaan het zien. Dus 6 maart verwacht je ook zo'n drukte weer? Verwacht je weer bedrijven, dat bedrijf? Ah, het bedrijfsleven, meewerk wel. Maar en, mijn focus is meer op de studenten en de senioren burgers. Ja. Hoe staan ze tegenover deze demonstratie dan? Studenten willen toch geen schooldag missen, neem ik aan? Dat zijn die studenten van vroeger misschien hoor. Uh-huh. Maar die van nu, hun ogen worden met de dag open. Omdat ze de valuta moeten betalen voor bepaalde particuliere scholen. Uh-huh. En dat de koers omhoog is gegaan. Niet alle ouders betalen de schoolbedragen van die leerlingen. Dus ze gaan het ook voelen. Ik heb studenten gehad van de FAR-school en dat is een particuliere school. En ze hebben me gezegd, ik join je. We komen zeker met een stuk van 50, 60 man. Mm-hmm. Dat komt al meer dan 3, 4, 5, misschien 600 mensen zelf. Kom alweer, dan komen er ook een paar studenten na. Het wordt wel wat. Oké. Dan heb je netwerk. Dus als ze praten over afrij post op Chimboy, naar Juno? Zeker. Ik ben altijd vrijpostig geweest. Huh? Ja, ik ben altijd vrijpostig geweest. En dan moet je naar president, dan moet je naar vrijpostig Chimboy in de Kopuru, ja. Ja, toch. Maar ben je van plan om die man van zijn troon te stoten? Wat zegt u? Ben je van plan om hem van zijn troon te stoten? Is dat jouw plan, uiteindelijk? Ik wil Suriname terug. Hij mag daar zitten, zodra hij het land goed bestuurt. Mm-hmm. Daarover gaat het bij mij. Oké. Dus jij wil gewoon goed bestuur? Ja, goed bestuur. Ja, dat willen we toch allemaal. Dus oké. Okay. We gaan het hierbij laten. Pakito, mag ik je zo noemen? Ja. Want zo sta je bekend in Suriname. Op dit moment ben je de grootste activist in Suriname. Hè? Ja. En 6 maart maken we weer contact met je om te kijken hoe het daar verloopt op het plein. Veel succes okay. met je actie. Ja. Dat was Stefano Biervliet, meer bekend als Pakito. En hij is activist. Hij organiseert weer een demonstratie tegen de regering Bouterse. Hij had al een demonstratie georganiseerd op 17 februari. En nu komt hij weer 6 maart op straat. En hij verwacht heel veel mensen. En de vorige keer zei je ook van hij verwacht meer dan 5000 man. En toen kwamen uiteindelijk 18 tot 20.000 man. Dus die man heeft wel volk achter zich. Ik weet niet of hij volk achter zich heeft, maar mensen ondersteunen zijn actie. En die zijn kennelijk de situatie ook allemaal beu. Vandaar dat die actie van hem ook terug worden. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.